Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal en voor als je nieuw bent, welkom bij de Beauty by Kies Squad. Ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zorg dan dat je hier beneden op de rode abonneerknop drukt en vergeet die zwarte bel niet aan te tikken, zodat je een notificatie krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. En dan gaan we snel beginnen met deze telefoon-unboxing, want ik heb namelijk een nieuwe telefoon besteld. En ik zag dat het dus best wel populair was om je telefoon, om je nieuwe telefoon te unboxen op YouTube. Dus ik dacht, laat me ook een unboxing doen van mijn nieuwe telefoon. Dus ben jij benieuwd welke telefoon ik heb? Blijf dan zeker kijken. Oké, jongens, zoals de meesten wel weten heb ik een Samsung S9 op het moment. Dit superleuke hoesje is trouwens van Ideals of Sweden. Ik heb een leuke kortingscode hiervan. Met deze code, ik weet hem even niet uit mijn hoofd, krijg je 15% korting op alle hoesjes. Maar goed, ik heb dus een Samsung S9. Deze heb ik nu al 2 jaar, vandaar dat ik dus mijn abonnement mocht switchen, dus een nieuwe telefoon mocht uitkiezen. Ik heb helemaal geen problemen met mijn S9, maar het enige probleem dat ik had is Snapchat. Als jullie trouwens denken, wat is dat geluid op de achtergrond? Dat is mijn ventilator, want het is hier echt 30 graden in mijn kamer. Maar goed, zoals ik al zei, heb ik dus helemaal geen problemen met mijn Samsung S9. Het enige probleem dat ik ermee heb is Samsung. Mijn Snapchat kwaliteit op Samsung is echt blokjes. Het is super slecht en ik word er ook meerdere keren op aangewezen. En nu heb ik dus research gedaan. En op Google stond dus hoe nieuw de Samsung ook gaat zijn. De Snapchat kwaliteit gaat nooit veranderen. Dus de Snapchat kwaliteit bij Android blijft voor altijd blokjes. En dat is niet wat ik wil, want Snapchat is voor mij best wel belangrijk. Dus vandaar dat ik gedwongen was om te switchen naar een Apple telefoon. Dus ik heb een iPhone genomen. Ik heb een iPhone 11 Pro genomen. Ik heb de iPhone 11 Pro gekozen in het groen. Omdat ja, ik wilde anders zijn dan anderen. Iedereen heeft zwart of goud of grijs. Dus ik heb groen gekozen. En ik heb niet voor de Pro gekozen. Omdat ik bij T-Mobile, dus mijn provider, heb gevraagd wat nou precies het verschil is. En eigenlijk zijn de camera's precies hetzelfde. Alleen de grootte is een beetje anders en de display. Dus voor mij was de keuze dan snel gemaakt om de kleine te nemen. Omdat ik haat grote telefoons. Dus ik heb hier de iPhone 11 Pro met 3 camera's. Of nou ja, 3 van die ja, camera's volgens mij. En deze ga ik samen met jullie unboxen. Oké, dit was super satisfying. Jammer dat ik dit niet voor de camera heb gedaan. Maar dit is de verpakking van de iPhone. En ik heb 256 GB gekozen. Omdat, wel, Instagram. Ik heb best wel veel opslagcapaciteit nodig. En ik denk dat 64 GB net iets te weinig voor mij zou zijn. Dan ga ik hem openen. And this is the phone. Jongens, ik moet niet liegen. Ik ben echt geen Apple fan. Maar dit ziet er toch wel echt heel luxe uit. Dit is de voorkant. En de achterkant voelt ook echt heerlijk. Het is een soort matte kleur. Dus het is mat groen. En wat ik heel mooi hieraan vond is, het lijkt op grijs, maar ook weer niet. Dus je ziet ook niet echt dat het groen is. Dat vond ik wel heel mooi. Dan gaan we kijken in de box. Wat zit er in de box? Even kijken. Er zit een best wel grote oplaadpunt in. Of oplaadstekker. Dit is de oplaadstekker. Met een heel dun gaatje voor draadje. Deze voelt ook echt best wel luxe. Van kwaliteit. Er zit ook een folie nog op. En dan zit er dus ook nog oortjes in. Oh, oké. Ik dacht even dat dit AirPods waren of hoe het ook heet. Maar ik zie dus aan de binnenkant dat het gewoon draadjes heeft. Dus dit zijn de oortjes. En aan de achterkant zie je de draadjes. En ik heb natuurlijk hier, tadada, de draad om op te laden. En ik denk er nu dus aan dat ik geen muziek meer kan luisteren en opladen tegelijk. Dat vind ik best wel vervelend. Plus, ik moet nu gaan betalen om muziek te luisteren. Dat is wel een groot nadeel aan Apple. Op mijn Android Samsung S9 kon ik dat gewoon downloaden wherever I want it. En whenever I want it. De draad is best wel groot. Dat vind ik wel fijn. Er stond niet echt bij hoe lang die was. Maar dat vind ik fijn. Kijk, hier hebben we de stekker. Hier hebben we het draadje. Hier hebben we alles in elkaar. En dan gaan we de telefoon aanzetten. Oké, super oninteressant, maar dit is hoe de onderkant van de telefoon eruit ziet. En ik hoop dat hij nu wel gelijk wat gaat doen. Oh, hij zit natuurlijk niet in lader.
Ik hoop dat die is opgeladen. Even kijken. Ja, kijk, hij gaat aan. Ik wil jullie nog heel even de mooie kleur laten zien van deze iPhone. En dit zijn dus de drie camera's die ik allemaal nog moet gaan uitvogelen, aangezien ik een Android gebruiker ben. Hallo. Hij is ingesteld op Engels. Ik vind wel dat hij echt een hele mooie beeldkwaliteit heeft. Het wit hierin is echt heel wit. Oh, hier krijg ik nu hallo in het Nederlands. Het plastic op de telefoon wil ik er ook nog niet afhalen, want ik wil het er gewoon nog even op laten en ik wil hem gewoon nog een beetje nieuw houden. Plus ik heb een hoesje besteld op Ideals of Sweden voor mijn nieuwe telefoon. Dus daar ga ik denk ik even op wachten voordat ik hem echt in gebruik ga nemen. Want ik heb dus mijn abonnement van mijn Samsung heb ik overgezet naar mijn iPhone. Hij is wel 17 euro duurder, maar hij gaat dus pas in als deze abonnement is afgelopen. En dat is in oktober. Dus deze simkaart kan ik straks in deze zetten en dan gaat het gewoon even tot oktober verder op deze telefoon. Nou, ik krijg nog steeds hello hello in beeld. Hij is natuurlijk aan het opstarten. Nu heb ik hola in het Spaans. Ciao in het Italiaans. En in het Chinees. En trouwens voor degenen die zich afvragen waarom mijn oog zo rood is. Ik heb mijn lenzen verkeerd en om ingedragen. Dus ik heb al een week een rood oog aan de rechterkant of aan de linkerkant. Dus vandaar. Oké, dan heb ik hier kies je land of regio. Dan ga ik naar de N natuurlijk. Ik woon in Nederland. De Nederland. Taal instellen. Begin direct. Configureer handmatig. Oh, ik kan mijn wifi nu natuurlijk instellen, maar ik weet het wachtwoord even niet uit mijn hoofd. Dus dat ga ik laten voor een andere keer. Voor na de video. Oké, ik ben toch even naar beneden gerend om mijn wifi aan te sluiten. Want blijkbaar moest dat en kon ik niet verder zonder wifi. Nu heb ik dus Face ID. En dat is de eerste keer dat ik dit ga gebruiken. So, I'm super excited for this. Face ID configureren, aan de slag. Beweeg je hoofd langzaam. Volg de pijl. Beweeg je hoofd langzaam om de cirkel compleet te maken. Woe, woe, woe. Eerste scan Face ID voltooid. Oh, beweeg je hoofd langzaam om de cirkel compleet te maken. Nou, nog een keer. Jongens, dit is echt super awkward. Sorry dat jullie dit moeten meemaken. Woe. En het is ook echt niet langzaam, want ik aan het volg de pijl naar beneden. Tweede scan. Face ID voltooid. Face ID is geconfigureerd. Maak code aan. Die ga ik natuurlijk niet aan jullie vertellen. Nogmaals. Herhaal je toegangscode. En dan komt dit. Oeh, er staat dus ook zet gegevens over van Android. Maar oké, daar moet ik dus dingen voor downloaden. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik dus nu nog niet doen. Dus er staat ook zet apps en gegevens niet over. En even kijken. Ik hoop dat ik dan straks nog over kan zetten van mijn Android naar deze telefoon. Maar ik ga dus voor nu niet overzetten. Nu staat er dus Apple ID. En ik heb dus geen Apple ID. Dus wat staat hier? Er staat niet. Oh ja, geen Apple ID. Dus dat kan ik nu ook aanmaken. Dat ga ik even doen, dan ben ik zo weer bij je terug. Oh jongens, het is zo heet, ik ga dood. Oké, er staat nu, hou je iPhone up-to-date. Ga door, zet locatievoorzieningen uit. Gekke illuminatie, shit, waarom willen ze gelijk al mijn locatie weten? Ik heb nu natuurlijk ook Siri. Hey Siri. Hi Siri, stuur een bericht. Hij zegt dat ik dat moet zeggen. Hey Siri, hoe is het weer vandaag? Oh, dit is spraakherkenning waarschijnlijk. Hey Siri, stel een timer in voor 3 minuten. Hey Siri, speel wat muziek af. Nou, dat is weer super awkward. Hi Siri is gereed. Ga door. Niet nu. Ik wil jullie gewoon de display laten zien. En het duurt echt super lang. Oké, ga naar het beginscherm. Welkom bij de iPhone.
Oh, oké, ik moest naar boven swipen. Dit is de display, jongens. De iPhone display, ja hoor, we hebben hem. Hier gaat, oh ja, er gebeurt al van alles. De achtergrond ga ik natuurlijk nog veranderen. Mijn apps ga ik veranderen. Ik kan eindelijk een paar hele goede Instagram edit apps downloaden op deze. Wat ik niet op Android kon. En Snapchat natuurlijk. I can't wait. En ik denk dus dat ik hier een aparte video over wil gaan maken. Over de camera kwaliteit, Snapchat kwaliteit, et cetera, et cetera. Want dit was dus echt de unboxing. En ja, dit, ik heb hem geunboxed met jullie. Ik heb hem laten zien aan jullie. Ik ga hem straks ook echt in gebruiking zetten. Dus ik ga alles overzetten van mijn Samsung naar mijn iPhone. En mijn Samsung ga ik nog heel even gebruiken als muziektelefoon. Want aangezien ik dat hierop nog niet kan luisteren. Tenzij ik betaal. Wat ik echt super onzin vind. Maar goed, ik ben dus super blij met mijn iPhone. Ik heb hem dus bij T-Mobile. Dit is trouwens niet gesponsord. Ik praat echt alsof het gesponsord is, maar was het maar waar. Nee, ik heb deze bij mijn eigen, ik heb deze bij mijn eigen provider afgesloten bij T-Mobile. En ik betaal €69 per maand voor unlimited bellen en unlimited internet. Dus dat is super fijn. En ik heb dus de 256 GB of zo. 64 GB als je echt bezig ben met Instagram en veel opslag nodig heb, dan is 64 GB sowieso niet enough. Dus vandaar dat ik de 256 GB heb gekozen. Ben ik heel blij mee. Ik ga hier dus nog even mee spelen nu. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En hebben jullie vragen over deze telefoon? Stel ze hier vooral. Want zodra deze video online staat, heb ik deze telefoon al een paar dagen in gebruik. Ik ga natuurlijk ook op vakantie vrijdag. Dus dan ga ik hem ook gebruiken voor foto's. Dus volg me vooral op Instagram. @i_candyx_. En dan zie ik jullie heel graag terug in mijn volgende video. Doeg!